Wat zijn de paradijsvogelwoningen precies? Paradijsvogelwoningen zijn semi-permanente woningen voor mensen die even tijdelijk een woonruimte nodig hebben. Ja. Mensen die prikkelarme omgeving nodig hebben, maar daarnaast ook dagbesteding nodig hebben. Dus dat ze hier werken en wonen tegelijk. En jullie begeleiden die personen daarin? Ja, wij doen de begeleiding 7 dagen in de week. Door de week begeleiden we ze met het wonen, het werken en de vrije tijd. In het weekend is met name de vrije tijd en het wonen waar we ze mee begeleiden. En hoe ziet de situatie wonen, werken precies in elkaar? Ja, de mensen wonen hier op het terrein van de paradijsvogelwoningen. Hiernaast is het terrein van de forelderij met de visvijvers en met de horeca en dergelijke. Daar kunnen de mensen, als ze dat willen, dagbesteding doen. En wat voor een dagbesteding is dat? Het kan heel verschillend zijn. Er kan dagbesteding zijn in het groen, maar er kan ook productiewerkzaamheden zijn. Dat is heel divers. Ja. Zelfs koken en gezamenlijk koken. Dus dat is een activiteit op het gezin, maar ook de was doen. Of wat in mensen de mogelijkheden. We proberen de mogelijkheden uit mensen zelf te halen. Kunnen vrijwilligers hier ook bij de Supplu aanmelden om hier te komen helpen? Altijd. Ja. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Maar de begeleiding wordt echt door mensen gedaan. Die er door de wol geverfd zijn eigenlijk en ook goed verstand van hebben. Er staan nu 5 huisjes. Hoeveel komen er nog bij? Er komen in totaal 10 mensen te wonen, inclusief de 11e woning die de beheerders bewonen. Maar in sommige woningen kunnen ook 2 personen komen te wonen. Dus ja. Het hangt er vanaf van als een echtpaar is. Wie financiert de huisjes hier? Dit project wordt gefinancierd vanuit de centrumgelden van de gemeente Enschede om het beschermd wonen. Dus vanuit de WMO van de gemeente Enschede wordt het gefinancierd. Wanneer gaan die mensen hier weg, de bewoners? Wanneer sturen jullie ze weer de maatschappij in? Ja, de mensen komen hier omdat ze op de een of andere manier uitvallen in de maatschappij. Het doel is dat ze na 3 tot 5 jaar weer hun leven dusdanig op de rit hebben dat ze weer terug kunnen naar de maatschappij. Daar werken we ook naartoe. Hè. We proberen ook via trajectplannen daar naartoe te werken. Dat deze mensen weer geschikt zijn om op zichzelf te kunnen gaan wonen.